De directeur werd gecontacteerd door de uitgeverij Van In met de vraag of wij eigenlijk de Bingel Planner wilden uittesten bij ons op school. Daar zijn we dan ook met enkele leerkrachten mee gestart. Niet veel later zijn eigenlijk de andere leerkrachten ook mee op de kar gesprongen. Heel fijn aan de Bingel Planner is dat wij nu met alle leerkrachten daar samen aan werken en ook met de parallelleerkracht dat we eigenlijk mappen kunnen delen met elkaar. Tijdens de personeelsvergadering is iemand dat eigenlijk komen toelichten waar we eigenlijk allemaal met de laptop samen zaten om het ook effectief meteen uit te proberen. Verder zijn er ook leerkrachten die de webinar gevolgd hebben, maar ook nieuwe leerkrachten die naar de Van In-dagen zijn geweest om eigenlijk zo ook de toelichting te krijgen omdat ze dat dan gemist hadden bij ons op school. De Bingel Planner is zeker geschikt voor het kleuteronderwijs. Je kunt er eigenlijk alle thema's, zal ik zeggen, inzetten. Je kunt, of belangstellingspunten, het hangt er vanaf hoe dat je dat noemt. Maar je kunt ook hoekenfiches erin maken. Je kunt er leerlijnen doorheen de kleuterscholen inzetten. En alles staat telkens centraal. Dus je kunt, als je één thema, zal ik zeggen, kunt oproepen, dan heb je daar al je activiteiten in staan. Zowel waarnemingen als taal, qua godsdienst. Dus je hebt alles samen zitten. Ook je materialen, verhaaltjes wat je zou kunnen uploaden. Dus ja, je hebt alles mooi verpakt zitten, zal ik zeggen. De Bingel Planner en het gaan heel goed samen. Want van zodra dat je een fiche aanmaakt of een activiteit aanmaakt, dan kun je je doel aankloppen in de zilselector die je dan kunt openmaken. En dan kun je heel goed zien van, ben ik eigenlijk volgens SIL aan het werken? Heb ik mijn cultuurgebonden, mijn persoonsgebonden ontwikkeling, heb ik die gebruikt gehad? De Bingel Planner zou ik zeker aanraden, omdat eigenlijk alles heel compact is. Je kunt alles heel gemakkelijk terugvinden, dus het is heel overzichtelijk. En ook zeker naar collega's toe. Je kunt gemakkelijk activiteiten gaan delen of je kunt leerlijnen samen met elkaar gaan uitwerken wat je dan allemaal kunt centraliseren in je Bingel Planner. Wat voor mij nog zou mogen verbeteren bij de Bingel Planner is het printgedeelte. Fijn zou zijn dat we les per les zouden kunnen uitprinten of dag per dag, waar dat alles eigenlijk handig is om mee te werken. Wat ik nog heel graag in de Bingel Planner zou terugvinden is, op dit moment zien we dus heel goed van waar hebben we heel veel aan gewerkt en waar hebben we niet aan gewerkt, zal ik zeggen. Maar als we dit nog kunnen terugvinden in de fiches, van zodra dat we een fiche gaan aanmaken, dat zou nog handiger zijn als we dan dadelijk een overzicht krijgen van hier moet eigenlijk nog aan gewerkt worden. Snel, tijdsbesparend en ook gebruiksvriendelijk. Overzichtelijk, gemakkelijk en toegankelijk.